Het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, heeft gisteren de publicatie Bedrijventelling 2016 uitgegeven. Een bedrijventelling, BTEL, is een statistisch onderzoek waarbij wordt nagegaan hoeveel en welke bedrijven er zijn. Ook wordt nagegaan waar de bedrijven zijn, hoeveel mensen zij in dienst hebben en wat hun omzet is. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek heeft in de periode april tot mei dit jaar deze bedrijventelling gehouden. De directeur van het ABS, Ivan Snow, is gisteren tijdens een persconferentie ingegaan op onder andere het doel van de bedrijventelling. Alvast willen we natuurlijk een zo nauwkeurig mogelijke momentopname produceren van het bedrijfsleven. We willen weten wat de structuur is, hè? Dus wat voor soort bedrijven zijn er? Wat voor vorm hebben ze? De werknemers. En dat heeft allemaal te maken met de wat-vraag, hè, die we eerder hebben gezien. En we willen inzicht krijgen ook in de geografische spreiding. Dat is de waar-vraag. En waar zijn die bedrijven? Wat willen we verder? We willen algemene bedrijfsgegevens verzamelen. Ten behoeve van onder meer het samenstellen van een zo recent mogelijk bedrijvenregister. En een goed bedrijvenregister biedt de mogelijkheid tot een beter steekproefkader voor bedrijfsstatistieken. De bedrijventelling 2016 is de zesde telling van het ABS. Het onderzoek is hoofdzakelijk uitgevoerd in de kustvlakte en het binnenland. De BTEL 2016 is begroot voor ongeveer $700.000 en is volledig betaald uit een lening verkregen in 2011 van de IDB, zegt Snow. Tot en met 30 september 2016 circa $404.000 gekost. Volgens planning hadden we 101 veldwerkers nodig, maar het veldwerk is met 81 personen gestart. We hoeven niet te veel details door te geven, maar ik kan aangeven dat we toch na de start met minimale uitval van het personeel geconfronteerd zijn geworden. Dat was dus toch prettig. We zijn met een kleinere groep gestart, maar in elk geval was het dus duidelijk een vastberaden groep. We hebben 7.184 vestigingen geteld, ja, met 55.798 werkzame personen. Wat NV's betreft hebben we dus 1307, een aantal van 1307. En we komen dus op een totaal wat de directeur daarnet heeft aangegeven van 7.184 bedrijfsvestigingen. Verdeeld over de verschillende ondernemingsvormen en per ISEC hoofdgroep. Hier ziet u dus de verdeling naar district Paramaribo en Wanica. In Paramaribo hebben we wat het aantal NV's betreft 1149. In Wanica hadden we dus 158. Wat eenmanszaken betreft, zullen we dan 3904 in Paramaribo en Wanica 1433. Giuliano Cornar, manager economische statistieken van het ABS en daarvoor directeur Ivan Snow. Circa 86% van de vestigingen is klein met minder dan 10 werkzame personen. Deze vestigingen zijn goed voor 32% van de werkgelegenheid. De uitgifte van de publicatie heeft plaatsgehad op het hoofdkantoor van het ABS aan de Klipstenenstraat.